Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Zo zit allemaal foundation op mijn lippen, het ziet er niet uit. Ik kom net uit de douche en ik was een beetje bezig om mezelf klaar te maken. Ik heb het trouwens echt super warm. Het is inmiddels 12 uur en ik heb nog steeds niet ontbeten, dus ik val bijna om gewoon. Maar ik ga ook even niet ontbijten, want ik ga zo weg. Zalander wordt zo afgezet bij mij en dan gaan we samen even naar Breda. Ja, dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga mezelf gewoon nu even een beetje fixen en een outfitje zoeken. En dan zie ik jullie denk ik straks. Oh ja, een update even over mijn pakketje van KKW. Oftewel beautyline van Kim Kardashian. Mijn pakketje is zoek. Is teruggestuurd naar Amerika. Ik heb de customer service even een berichtje gestuurd van waar blijft mijn pakket. En die hebben gezegd dus dat ik mijn geld terugkrijg. Omdat ze ook niet echt weten wat er aan de hand is. Maar waarschijnlijk is die gewoon teruggestuurd naar het bedrijf omdat er een fout was. Zo, ik dacht even dat die dan ging kotsen. Omdat er een fout was, dus ik krijg mijn pakketje ook niet meer. Daar ben ik best wel boos over. Want ja, ik heb dus gewoon make-up besteld tijdens Black Friday. En het heeft me gewoon bijna de helft van de prijs gekost. En ik krijg mijn pakketje niet. Ja, ik ben er echt niet blij mee. En ik ga denk ik daar ook niet meer bestellen nu. Want ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik heb denk ik toch liever producten van Fenty of van Kylie Cosmetics. Ja, nou, ik was wel een beetje teleurgesteld. Maar goed. Dina! Wat is dit? Wat doe jij? Kijk, één keer Dina. Oh, dat kwam gewoon uit haar mond. Ze wil bijna kotsen. Inmiddels staat Saran op mij te wachten beneden. Dus ik ga heel snel even mijn outfit laten zien voor jullie. En dan ga ik snel naar beneden. Ik heb namelijk een outfit aan. Van de Zara. Broek en trui van de Zara. En ik heb mijn nieuwe... Zo. Mijn nieuwe Puma schoenen aan. Nice, dus ik ben hier echt blij mee. Okay. Thank you. Is even net voor mij geregeld. Ja, ik vind het echt tof. Nu snel naar beneden. Jongens, het is echt zo koud. Ik ga echt dood. Het duurt zo lang dat de lift komt. Oh. Ik ben inmiddels bij de tank. En ik heb wraps gehaald met kip pesto. En een flesje water. En ik ga nu even heel snel naar Breda rijden. Volgens mij zijn we best wel aan de... Zijn we aan de late kant? Nee, valt mee. Het valt volgens mij nee, nee, nee. We zijn op tijd. We komen gewoon een half uur te vroeg aan. Ja. En inmiddels... Misschien zie je haar een beetje hier. Is Saranda hier? Maar ze mag niet op beeld. Doei! Wij zijn net in Breda aangekomen. En we gaan zo naar kapsalon dames eerst. Want Saranda wou er echt heel graag heen. Ze is laatst aan de kapper geweest. In Delft. Ja. En die heeft haar echt helemaal verneukt. Oranje. Ik laat jullie straks even die before heel duidelijk zien. En daarna ook de af tegelijk. Is misschien wel leuk om te zien. Maar ze is nu echt, zeg maar, oranje. Ja. Ja. Orange. Ja, en zij wil echt zo mooi als ze geblond. En zij keek toen bij Dina. Wat keek je op YouTube of Instagram? Snap eerst. Eerst Snap en daarna Insta. Ja. En toen zag ze echt dat ze het heel mooi deed. Dus ik ga vandaag met haar mee een beetje gezelschap houden. En ja, eigenlijk een soort van dagje weg, maar dan ook weer niet. Ja. Jongens, inmiddels eindelijk geparkeerd. Ik heb ruzie gehad met drie mensen tussendoor. Mensen zijn hier echt totaal niet vriendelijk. En geven je gewoon geen ruimte om te parkeren. Ik vind het echt gewoon misselijkmakend. En ze gaan ook nog kapot, brutaal gewoon naar je kijken. En dan gewoon dingen roepen in de auto. Weet ik veel wat ze allemaal aan het doen waren. Ik vind het echt een beetje kinderachtig. Doe even normaal. Oh, wat doe ik verkeerd? Kijk, we hebben allebei nieuwe schoenen. Mijn is even van Puma en die van haar van Fila, hè? Ja. Echt vet mooi. Een beetje hetzelfde model. Ja. En eerst zeiden we, oh nee, we gaan deze schoenen nooit halen. Kijk ons. Kijk, dit zijn de extensions van Saranda die ze laatst heeft besteld. En ze wil nu deze kleur. Wij zijn nu momenteel bij dames eerst. En Saranda had eigenlijk om 3 uur een afspraak. We moeten even wachten, want ze loopt iets uit met de vorige klant. En daarna is Saranda aan de beurt. Saranda vindt het echt heel erg spannend. Want die is denk ik afgelopen maanden elke keer naar een kapper geweest. En elke keer hebben ze haar verpest. Dus ik hoop echt dat het wordt zoals zij wil. Oké, guys. Ik ga nu even een before filmen voor jullie. Je ziet nu een beetje dat het een beetje zo oranje is. Vooral van boven, hè, Saranda. Van beneden is het best wel blond, hoor. Oké, dit is dus de before. Jongens, jullie gaan niet geloven wie hier op de stoel zit. Maar ik heb dus even last minute even bepaald dat ze mijn uitgroei gaan doen. Want ik vond echt dat ze het heel mooi had gedaan. Ze had net ook een klant en ze zag er echt super mooi uit. Haar haar was echt zo mooi. Dus ik dacht, ik ga gelijk mijn uitgroei doen. Het is bijna kerst en waarschijnlijk heeft toch nog niemand tijd voor mij.
En ik vertrouw die haar. Dus ja. Yeah. En dan hoef ik ook niet zo lang te wachten op Saranda, want ze is nog niet begonnen. Ik denk dat we echt het slechtste eten zitten. Ja, vind ik niet erg. We gaan zo eten bestellen. Ik ga garnalen eten. We gaan wel lekker bestellen hier. Bij zo'n Surinamer. En dan wordt het een lange chilldag bij de kapper, I think. Jongens, wat een service. Dina haalt gewoon Red Bull voor ons, eten voor ons, paracetamol voor Saranda. Thank you, babe. Guys, ik ben net klaar met mijn haar. Kijk hoe mooi. Het is echt helemaal afgezet. Wat zeg je? Laat het op de bus. Ik ga even kijken. Ik ben echt om 8 uur. Het is nu 9:10 en ik ben gewoon... Ja! We zijn hier 3 uur binnengekomen, maar het was echt zo gezellig. Ja. Op zich ging het tijd best wel snel, toch? Ja, ja, echt. Hey, thank you, babe. Alsjeblieft. Ik ben er echt blij mee. Ik vind het zo'n mooie kleur. Echt heel anders. En besef, de belichting is hier zo slecht. In real life is ook echt gewoon veel mooier. Ja, echt jammer. Niet normaal. Love it. Thank you, Dina. De drank slaat aan, dus we schommelen, rommelig. Mama is niet thuis, het is rommelig, rommelig. Papa is niet thuis, het is rommelig, rommelig. Die money is gestoord, dus we dobbelen, ey. De drank slaat aan, dus we schommelen, rommelig. Papa is niet thuis, het is rommelig, rommelig. Die money is gestoord, dus we dobbelen, rommelig. Wij zijn inmiddels bijna thuis. En ik ben echt zo blij met mijn haar. Ik laat jullie even morgenochtend nog even mijn haarkleur zien. En mijn eigen producten en zo. Want ze had daar echt niet. Want ze had niet echt de producten die ik eigenlijk normaal gesproken gebruik. Maar ik ben echt zo blij met deze kleur. Ik was net even bij het tankstation. We hebben even getankt. We hebben even lekker chocola gegeten vandaag. We hadden zoveel zin in chocola. En we zijn eigenlijk allebei heel gezond bezig. Maar we hadden gewoon zin in chocola. Dus die heb ik gewoon genomen. Ik ga nu even Saranda naar huis brengen. En dan rij ik door naar huis. Het was echt gezellig vandaag. Ja, het was echt leuk. Was ja, echt leuk. We zaten denk ik daar zo'n 5-6 uur. 6 uurtjes. Maar het was echt zo gezellig. En de tijd ging echt zo snel voorbij. Ze is ook echt lief, hè? Ze is echt lief. Zij ging echt zelf drank voor ons halen. Alles. Ik heb vandaag wel echt zwaar gecheat. Ik zeg je eerlijk. Ja, ik ook. Zo, ik heb Red Bull gehad. Chocola. Oh, mijn god. Maar ik heb er echt van genoten. Dat mag ook af en toe. Ik ga snel rijden. Zo, ik heb mijn haar even vast gedaan. Ik heb net even Saranda afgezet. Het was echt super gezellig. Ik heb het echt naar mijn zin gehad vandaag. En kijk eens waar ik ben. De McDonald's. Het gaat goed vandaag. Dit is gewoon echt een zwaar ongezonde dag. Maakt niet uit. Ik vind het prima. Ik ga ook gewoon lekker eten. Ik ga even cup nuggets halen. En dan ga ik lekker naar huis rijden. En dan is deze dag om en morgen weer clean, clean, clean. Ik ben er vandaag eigenlijk heen gegaan om mijn vriendin eigenlijk gewoon te supporten. Niks van plan met mijn haar, want ik wilde eigenlijk juist van afblijven. Ik dacht, ik ga het nog meer verven, dit en dat. Maar ik vind Dina echt heel erg goed. Dus even iets anders. Ik laat jullie even morgen met daglicht zien hoe mijn haar eruit ziet. Want je ziet het echt niet nu, terwijl de kleur echt zo mooi is. Echt heel anders. Heel mooi. Maar ja, goed. Even lekker Mackie eten nu. Echt lang geleden. Oké, ik ga jullie eerlijk zeggen, dat was best wel een slecht plan. Ik word echt een soort van panisch hier, want de bekrij is fucking lang. Ik word echt panisch en er zijn auto's voor mij, auto's achter mij. Ik word hier echt een beetje ziek van in mijn hoofd. Gewoon een soort van claustrofobie, maar dan op de weg van het gevoel dat ik hier zeg maar niet kan uitkomen, omdat er nog 6 auto's voor me staan. Het idee alleen al, ik word er echt een beetje onrustig van ofzo. Nou, nog even wachten en dan kom ik hier nooit meer. Nu ik hier toch sta, kan ik even lullen. Wat ik wou zeggen is dat ik nu ongeveer een week lang dagelijks heb geüpload. En dat ik zie dat de reacties echt positief zijn erover. Mensen vinden het echt leuk dat ik dagelijks upload. Was eigenlijk niet de bedoeling. Want ik had zo ver vooruit gevlogd. Dat ik nu dus dagelijks kan uploaden om weer op schema te komen. Dus daarom ben ik eigenlijk dagelijks aan het uploaden. Want mijn uploadschema is eigenlijk om de dag. Dat wou ik aanhouden. Dus om de dag uploaden. En nu zijn mensen een beetje soort van gewend geraakt aan mijn dagelijkse uploads. Wat ik eigenlijk echt heel kut vind. Maar eigenlijk vind ik het ook wel stiekem leuk. En ik denk van, nou ja, het motiveert me wel van, ja, waarom zou ik niet dagelijks uploaden? Maar dat was zeg maar helemaal niet de bedoeling. En nu denk ik van, eigenlijk, ja, ik wil elke keer weer een vlog uploaden. Want ik denk van, hebben ze weer een vlog vandaag? En
misschien moet ik wel dagelijks uploaden. Ook al heb ik niet zo'n heel erg boeiend leven. Want daar zit ik dan mee, weet je wel. Van, ja, soms zit ik gewoon de hele dag thuis. En het enige wat ik dan heb gedaan is een beetje schoonmaken, gekookt en Netflix gekeken. Vinden mensen dat echt zo boeiend om naar te kijken, weet je wel. Maar ja, ik weet niet. Ik vind tot nu toe echt heel leuk, de reacties. Dus dank je wel daarvoor. Zo, ik heb hier lekker mijn chicken nuggets. Met een flesje Spa Blauw. Normaal gesproken zou ik hier echt cola bij halen, maar ik heb helemaal geen zin in. En ik heb als saus, barbecue saus. Ik ga hier lekker van genieten en dan ga ik rijden. Eindelijk thuis. Ik ben echt helemaal misselijk geworden voor al het eten van vandaag. Niet normaal, ik kan wel kotsen gewoon. Echt. En mijn katjes zijn helemaal blij om mij weer te zien. Hi baby, kom. Hi baby, mijn kleine baby. Hi. Hoe was het vandaag? Hoe was het vandaag? Ik heb de verwarming voor jou aangedaan. Daar hou je van, hè? En mijn andere kleine, dikke baby. Maar ik wil even mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie denk ik morgen weer. Ik hoop met een iets langere vlog. Want volgens mij was het best wel een korte vlog. Maar ja, dan zie ik bij het editen dan weer. Maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende. Doei doeg!